Hey, goedemorgen allemaal. Esther Groenewegen, al zegt het niet vanzelf gaat. Nou, het is vrijdag, het is even 1 minuutje later dan 10 uur. Maar ik wilde nog even iets opzoeken. En nou, dat is echt super cool om met jullie te delen. En dan krijgen jullie ook even de tijd om binnen te komen in de uitzending. Nou, zoals jullie weten, ik heb van mijn e-book natuurlijk nu een papieren versie gemaakt. Dus ik moest er meer afschrijven, meer ja, volschrijven, volwassen schrijven eigenlijk. En die stond natuurlijk, denk ik nu 3 weken geleden dan in mijn garage. Nou, hartstikke spannend. En ik dacht, ja, nu moet ik ze nog gaan verkopen natuurlijk. Gaan mensen dan mijn boek kopen? Nou, wij hebben nu 2 weken aandacht aan het boek besteed. Hè, en vandaag is de laatste dag van de voorverkoop. En ik dacht, ik ga nog even opzoeken op mijn website. Ik heb 133 boeken verkocht. Dus 133 boeken in de voorverkoop. Dat is echt zo cool. Dus ja, heel spannend. En tegelijkertijd natuurlijk ook heel veel werk. Want bij het boek in de voorverkoop kwamen dus een aantal extra's. En een van die extra's was dus dat ik in elk boek een persoonlijke notitie ga maken. Of een, ja, ik ga signeren. Dus ik heb wel gelijk zoiets van, oké, ik moet dus het weekend maar even reserveren om al die boeken te gaan schrijven. Maar ik vind het ook heel erg leuk, want ik heb gezien wie de andere boeken heeft gekocht. En ja, we hebben natuurlijk zo'n warme community met z'n allen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik het in mijn eentje doe. Ik heb echt het gevoel dat ik het samen met jullie doe. En uit de verkoop van de boeken blijkt ook wel dat ik heb echt het gevoel dat ik het samen met jullie doe. Dus vandaar. Ik kijk even of er mensen binnenkomen en of er vragen binnenkomen. Ik zie in de linkerbovenhoek wel dat er kijkers zijn, maar nog niet. Hey Sylvia! Ja, ik heb dat nog steeds niet helemaal door met dat Facebook. Maar ik zie Sylvia nu wel rechts en ik zie dan linksboven wel mensen binnenkomen. Maar misschien zijn dat mensen die de pagina nog niet geliked hebben of zo. Ik weet het echt niet. Maar goed, Sylvia. Goedemorgen Sylvia. Ik heb 133 boeken verkocht in de voorverkoop. Ik vind het echt zo spannend. Dat was natuurlijk eerst de spanning van het boek schrijven. Toen de spanning van het boek ontvangen. Toen de spanning van het boek verkopen. Maar het allerengste is natuurlijk dat maandag ga ik de boeken versturen. En dan gaan jullie ze lezen. En dan hebben jullie daar natuurlijk een mening over. Of vinden jullie er wat van? En dat vind ik ook weer heel erg spannend. Maar goed, hè? Alles voor onze missie. Om, hey Lorraine. Volgens mij heb je al een boek voor mij. Je bent een van de eerste. Oh nee, sorry. Ik verwissel je met een ander iemand. Sorry. Maar goedemorgen allemaal. Ik zie nu mensen ook aan de andere kant binnenkomen. Goedemorgen Irene. Ja, ik vind het echt zo spannend. Maar goed, ik laat het maar gewoon allemaal over me heen komen. En nou ja, ik hoop dat jullie echt iets aan de tips hebben. Ik dacht voor vandaag, voor het geval als er niet veel vragen binnenkomen. Ik heb wel ook wat vragen online gekregen. Maar ik dacht, misschien kan ik ook gewoon nog wat tips laten zien. Of met jullie delen vandaag uit het boek. Zoals ik al zei, hè, het was eerst gewoon een heel beperkt e-boekje van 30 pagina's met tips hoe om te gaan met hechtingsgedrag in de klas. Nu heb ik een volwassen boek van geschreven. Dus het eerste gedeelte van het boek. Volgens mij noem ik het ook deel 1. Het is nu al een hele poos geleden. Oh nee, noem het niet meer deel 1. Maar ik heb in ieder geval deel 1 van het boek. Is even kort voor de leerkracht. Hè, als ze nog nooit te maken hebben gehad met hechtingsproblematiek of voor kindertrauma. Even wat we eigenlijk allemaal wel al kennen, hè, de informatie. De drie verschillende verschijningsvormen. Ik heb hier iemand die loopt lekker te zagen, volgens mij. Die is zijn huis aan het verbouwen. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Maar even voor de juf een algemene informatie. Ik heb voor mezelf ook gemerkt, ja, hartstikke leuk, al die theoretische kennis. Goed om te weten. Maar daar krijg ik het gedrag van mijn kind dus niet mee veranderd. Dus vandaar dat ik dat eventjes in het begin heb neergezet om het boek goed compleet te maken. En daarna heb ik vooral veel aandacht voor de tips. Ik zie ook vragen bijkomen in de chat. En omdat het een live uitzending was op Facebook, wil ik die altijd de voorrang geven. En die ga ik dus even lezen. Sylvia heeft een goede vraag. Weet jij of hechtingsproblemen gerelateerd zijn aan problemen met taal en begrijpend lezen? Ik geef ze even die noemen, want volgens mij heeft Irene ook een vraag. Zo'n goede vraag, want ik zat dus door mijn eigen boekje heen te kijken. Het is dan niet het eerste wat ik met jullie wil delen, maar dat ga ik gewoon gelijk even delen. Ik heb alleen niet geschreven bij de
blaadjes. Even kijken. Wat is ook weer lekker handig. Even kijken, want daar heb ik dus iets over geschreven. Nou, ik begin maar gewoon even met wat jij vraagt, Sylvia. Hechtingsproblematiek of hechtingsproblemen is eigenlijk het niet goed kunnen reguleren, leren van je stress. En nou ja, het verhaal kennen jullie inmiddels, hè? Ik heb eigenlijk mijn eigen brein. En voorheen deed ik dat gewoon met mijn vuist. Als er natuurlijk heel veel stress is, hè, of je wordt heel snel geprikkeld en ga je in overlevingsmodus staan, dan gaan dus de frontal lobes, dus het neocortex, of heel simpel gezegd, het mensenbrein gaat offline. Nou, heel vaak in combinatie met het offline gaan van het limbische systeem. Of het limbische systeem gaat een hele sterke verbinding maken met de hersenstam, hè, waar het fight, flight en freeze systeem zit, waardoor ze dus die hele heftige emoties laten zien. Nou, als dat natuurlijk heel vaak gebeurt op een dag, dan ben je dus niet echt leerbaar. Nou, en daarnaast, ik heb in de afgelopen periode ook weer zoveel meer geleerd van Daniel Amen. Daniel Amen is ook een brain psychiatrist. En in Amerika, hij maakt bijvoorbeeld SPECT scans van een brein. Het is heel jammer, ik heb nog gegoogeld in Nederland, of ze het in Nederland hebben. Nou, ik kom niet eens op een Nederlandse website als ik het google. Maar wat hij dus doet, niet alleen voor getraumatiseerde kinderen, maar gewoon voor het brein in het algemeen. Als je dus een scan zou maken van het brein van je kind, dan zou het heel goed zijn dat er sommige gedeeltes niet goed aanstaan. Dus als je dan een SPECT scan maakt, dan zie je dus gedeeltes van het brein die dus niet oplichten. Of gedeeltes van het brein die veel te veel oplichten. Nou, bij onze kinderen is natuurlijk dat, als je dan zeg maar zo het brein hebt, heb je het onderste gedeelte wat vaak te veel oplicht. En dat is dus die overactiviteit in die hersenstam. Hè? Maar dat maakt dus ook, Sylvia, dat ze dus niet goed kunnen leren. Nou, en daarnaast, omdat ze zo last hebben van dat trauma, ik weet niet of dat nou ook in dit boek staat, maar het staat in ieder geval in mijn tweede boek. Moet ik even nadenken. Doordat ze, dat heb ik weer geleerd van Bessel van der Kolk, doordat ze zo strak zijn in hun trauma, dus getraumatiseerde mensen, maar ook getraumatiseerde kinderen, Bessel noemt het, they're stuck in the trauma, dus zij denken niet aan de toekomst. Zij hebben geen lange termijn verlangens, omdat ze zo bezig zijn in het hier en nu. En wat gebeurt er dan? Dan mis je dus de motivatie om te leren. Ik heb dat natuurlijk jarenlang gezien bij mijn dochter. Ik zag dan dat ze soms kon, soms helemaal niet, maar ik zag geen motivatie. En toen Bessel van der Kolk op mijn pad kwam, ben ik hem natuurlijk heel erg gaan bestuderen. En hij vertelde dus ook dat ze dat missen. Dus ze missen die motivatie, omdat dat, ja, wat ik eigenlijk altijd het hechtingsmonster noem, maar het trauma in dat brein, zorgt ervoor dat zij dus, ze hebben geen doelen voor de toekomst. Als je vraagt, wat wil je worden? Geen idee of ze noemen wat op. En dat maakt natuurlijk dat je die motivatie mist. Nou, en daarnaast hebben ze zo'n last van dat brein in overlevingsmodus. Als je brein in overlevingsmodus staat, dan kun je dus niet leren. Hè? Want dat moet je vergelijken met, je zit in de klas en bij het minste geringste heb je het gevoel alsof er een olifant of een dinosaur of wat dan ook, of een monster in het klaslokaal staat. Dan moet jouw brein zo afgesteld staan dat jij jezelf kan redden, dat je heel hard kan wegrennen of dat je kan vluchten. Dus met dat brein verwachten wij steeds van ze dat ze toch nog moeten leren op school. En dat maakt het zo lastig. En het zou zo fijn zijn als onze leerkrachten dat snappen. Hè, dat is, ik weet ook wat juffen van mijn dochter vaak zeiden van, ze doet het er gewoon om, want de ene week kent ze de tafels wel en de andere week weer niet. En ik dacht dat soms ook van, ben je allemaal aan het uitmanipuleren? Dat doen ze ook. Hè? Dus soms doen, en dat staat er wel ook in het boek, dat onze kinderen soms zich dommer voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Want je zult zien in hun gedrag dat ze soms heel slim moeten zijn om sommige dingetjes te bedenken en te doen. En dan kun je dus als ouder zien van, hey, wacht even. Als je echt, hè, want sommige kinderen van ons hebben ook echt een laag IQ. En dan denk je als moeder van, dat kan niet, want je bent zo uitgekookt om die dingen te doen. Dan moet je slimheid voor nodig hebben om dat te bedenken. Maar het schoolleren, dat lukt ze dan weer niet. Dus dat heeft met heel veel factoren te maken. Nou, en wat heb ik dan in het boek geschreven? Wat is dan tip 23? Herken de leeruitdagingen die ontstaan vanuit het trauma. En dan, nou, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar
Ik heb dus geschreven leerproblemen die als gevolg van een problematische hechting kunnen optreden zijn, en dat zul je vast herkennen, weinig gevoel voor verhoudingen. Mijn dochter die zat een paar jaar geleden gewoon op voortgezet onderwijs. En dan ging ze bijvoorbeeld als antwoord, het was een rekensom over een badkamer en dan vierkante meters. Haar antwoord was 44 centimeter, was het oppervlakte van de vloer van de badkamer. Totaal geen gevoel van wat is nou veel en wat is nou weinig. Nou, daar staat er ook bij hoe dat emotioneel voor ze is en hoe dat cognitief is. Nou, en daarnaast ook, ze kunnen heel slecht de fantasie en de werkelijkheid uit elkaar halen. Vooral als ze nog wat jonger zijn. En dat maakt ook dat ze, dat het soms lijkt dat ze liegen over dingen. Dat je denkt van, ik sta er toch bij, ik zie het toch. En toch ervaren ze dat heel anders in hun brein, omdat hun brein gewoon niet goed afgesteld staat. Nou, weinig gevoel hebben voor nuances en gradaties. Dus maar dat ja, herkennen jullie wel. Of ze haat je, of je bent de allerliefste moeder van de hele wereld en dat gaat heen en weer. Maar dat is dus op allerlei gebied. Ook bijvoorbeeld, ja, ik had toevallig een gesprek ook gisteren met een moeder in een Zoom-afspraak. En we hadden het ook over eten en ook over ja, dit soort uitdagingen, zeg maar. Ze kunnen heel moeilijk voelen, heb ik het koud, heb ik het warm? Is dit veel, is dit weinig? Wat ze ook vaak niet goed inschatten is, als jij bijvoorbeeld lichtelijk iets hebt, dan voelt het bij hun al echt als drama en heel groot. Dus dat voelen ze allemaal niet goed in hun brein, omdat in hun lijf, omdat het ja, lijf wordt verkeerd aangestuurd door het door het brein. Nou ja, zo heb ik nog een aantal uitdagingen die lastig zijn voor kinderen in de klas. Ja, ik ga het niet helemaal voorlezen, dus misschien een beetje suf. Ik heb bijvoorbeeld ook nog eentje van geen goed tijds- en seizoenbesef. Dat was bij mijn dochter wel heel erg duidelijk dat ze niet goed door had. Is het nou zomer, is het nou winter? Of als het winter is, dan moet ik warme kleren aandoen. Of als het zomer is, dan moet ik dus wat koelere kleren aandoen. En ja, wij hebben dat in de thuissituatie gezien, meegemaakt en je corrigeert. Maar ik heb nooit verder doorgedacht naar, ja, maar wacht eens even. Als zij dit al niet snapt, hoe moet ze dan op school inzicht lezen doen en dan vragen beantwoorden? Dus ja, hechtingsproblemen hebben een hele grote invloed op taal en begrijpend lezen. Vaak zijn onze kinderen ook later met taal, vaak omdat ze ook een beetje lastig zijn in gedrag, hebben ze veel minder activiteit, interactie met andere kinderen, waardoor ze gewoon veel minder oefenen ook, hè, met taal. En begrijpend lezen schrijf je ook al. Begrijpend lezen is voor mijn dochter nog steeds lastig. Wat ze ook lastig vinden is iets interpreteren. Dus ze zijn heel letterlijk. Dat kun je ook heel goed zien als ze nog wat kleiner zijn en je gaat grapjes maken of gezegdes gebruiken. Die begrijpen ze niet. Hè? Sowieso, gezegdes worden niet echt goed geleerd op school. Maar als je bijvoorbeeld zegt, de pot verwijt de ketel. Nou, dat is misschien een lastige, maar andere gezegdes. Dan zul je zien dat ze het niet goed snappen. Maar als ze dan bijvoorbeeld die kennis moeten vertalen naar toetsen op school, zijn ze daar dus ook heel slecht in. Nou, ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen aan het beantwoorden van jouw vraag. Ik vind het een hele goede vraag. En het komt inderdaad ook in het boekje aan bod. Dus nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt. Ik zie een volgende vraag. Van Irene. Heb je ook ervaring met hechtingsproblemen en bijkomende tics? Ja, goed dat je dat vraagt, Sylvia. Mijn zoon heeft, als hij spanning heeft, dan heeft hij tics. Ze komen en gaan. Soms één en soms meerdere tegelijk. Oh, mocht ik niet meer reageren, ik heb bezoek. Ik kijk zeker terug. Ja, de uitzendingen zijn ook allemaal altijd weer terug te vinden. Ik heb nu weer een manier gevonden om ze weer te downloaden. Want ik weet in die tijdslijn van Facebook is het zo moeilijk om dat allemaal weer terug te vinden. Dus ik probeer het voor jullie allemaal zo makkelijk mogelijk weer te organiseren en te clusteren. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb er ook een mail over gestuurd. Ik heb in mijn bovenbalk van mijn website heb ik Hecht TV gezet. Dus daar heb ik al mijn
video's, maar ook aanvullende webinars, interviews, podcasts, allemaal verzameld in clusters. Dus dan kun je gewoon op je eigen momenten de dingen terugkijken. Je moet alleen wel even wachten tot het goed geladen is, want ik had gezien op mijn telefoon, ze komen niet gelijk allemaal naar voren, omdat het natuurlijk allemaal zware bestanden zijn, want het is natuurlijk een uur opnames, dus dat duurt even voordat het geladen is. Maar ik heb weer een manier gevonden om deze uitzending ook straks gewoon weer op mijn website te zetten. Dus eerst op YouTube en dan een linkje op mijn website. Dus dan heb je ze allemaal heel goed bij elkaar. Dus je kunt me straks gewoon terugkijken, Irene. Toevallig heb ik hierover gesproken met Wim Gelderblom, degene die mij volgen. Ik heb een aantal van mijn goeroes in Nederland die ik echt geweldig vind. En ik vind ook dat hechtingsproblematiek is niet zomaar één stukje van we moeten het gedrag veranderen. Nee, het is een totaalplaatje, een puzzeltje. En, of een puzzel. En er zijn meerdere stukjes die daar van bij belang zijn. Van belang bij zijn. En Wim Gelderblom, degene die mij volgen, hij is expert op het gebied van oxytocine, neurotransmitters. Hij is met een of ander project iets bezig waar hij mij in wil betrekken. Ik weet nog niet precies wat het is, maar het gaat in ieder geval over oxytocine. En ik heb heel veel contact met hem over de neurotransmitters, maar ook onder andere de neurotransmitters bij mijn kind. En ik heb zelf een achtergrond in voedingssupplementen, voeding en complementaire geneeskunde. Dus ik weet er dan ook iets van. En ik weet dus ook dat hormonen en neurotransmitters. En ik weet dat als ik wat technischer ga vertellen, dat ik het al soms te lastig maak voor mensen. Maar het is heel belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld elke neurotransmitter heeft een tegenpool. Dus een rem en een gas. Nou, heel vaak als bepaalde neurotransmitters niet in balans zijn, en dat is bij onze kinderen heel vaak het geval, dan heb je op die gebieden ook al disbalansen. Daarom zeg ik ook, onze kinderen hebben last van hun eigen gedrag, van de trauma in hun hoofd, maar ook van allerlei actiesystemen in hun lijf, omdat dat brein dat niet goed aanstuurt. He, als je, ik weet niet, degene die mijn training heeft gevolgd, ik heb zo'n breinfoto. En dan zie je dus ook bij de hersenstam, dus het primitiefste stukje brein. Er zit natuurlijk het flight and fright systeem. Maar er zit ook ademhaling, honger en dorst. Wanneer ben ik moe? Dus al die primaire behoeften om je als soort gezond te houden, die zitten allemaal in het stukje opgesloten. En die worden daardoor aangestuurd. En dat wordt allemaal niet goed aangestuurd. Nou, en om op jouw vraag terug te komen, hechtingsproblematiek gaat heel vaak hand in hand met tics. En tics gaan eigenlijk weer hand in hand met het dopamine niveau van je kind. Dus het zou heel goed kunnen, want niet alle kinderen met hechtingsproblemen hebben weer tics. En dat maakt het weer zo ingewikkeld. En je kunt ook weer tics hebben zonder hechtingsproblematiek. Maar tics, en ik kan dat nog niet helemaal goed uitleggen, maar ik weet in ieder geval wel dat tics hebben te maken met spanning natuurlijk. Maar spanning heeft weer te maken met serotonine en dopamine. Dat zijn de tegenhormonen of neurotransmitters van elkaar. En het zou heel goed kunnen dat je zoon, Irene, een lager niveau heeft van dopamineproductie. Of, en dat vind ik zo mooi van het werk van Wim Gelderblom, kan best zijn dat hij genoeg dopamine aanmaakt. Maar dan heb je ook nog celreceptoren. Normaal ga ik heel ingewikkeld worden. Dus niet weggaan als dit iets te ingewikkeld voor je is. Maar de celreceptoren kunnen door het trauma ook niet goed werken. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat maak ik nu even heel simpel. Want er komt nog veel meer bij kijken. Maar je hebt zeg maar een ontvanger. En iets wat erin moet. Hè, zodat dat zeg maar, ja, daar, dan heb je zeg maar informatie overgebracht. Maar het kan heel goed zijn dat deze niet goed afgesteld staan. Dus, nou ja, het is een heel ingewikkeld probleem. Hechtingsproblemen en tics die gaan heel vaak hand in hand. Mijn dochter heeft heel erg last gehad van tics. Ze had ook heeft de diagnose Gilles de La Tourette. Ik vind het een beetje jammer dat Gilles de La Tourette heeft natuurlijk door dat programma een beetje gek idee gegeven bij mensen. Dat ze alleen maar schreeuwen of hele gekke bewegingen maken. Maar tics kun je ook heel veel last van hebben, of Gilles de La Tourette, zonder dat het gelijk goed, ja, voor een tv-programma is. En mijn dochter, toen ze heel jong was, had zoveel last van tics. Zij kon niet eens op een stoel blijven zitten. Dus ze viel echt van haar stoel af. Dus ze ging ook heel vaak staand eten. En dan viel ze er in ieder geval niet van af. En ik heb hele goede resultaten gehaald voor de tics. Daar kwam ik eigenlijk helemaal niet voor. Maar ik kwam eigenlijk voor het stukje trauma, het stukje hechting. Maar ik heb
hele goede resultaten gehaald met neurofeedback en neurofield. Ja, ik zeg steeds weer dezelfde, ik noem steeds dezelfde namen op, maar Frank Krijgsman uit Den Haag. Hij is een van de weinigen in Nederland die een 19-punts neurofeedback heeft en neurofield. Het is ook een zo'n oudere, ja, het is ook zo'n beetje mijn goeroe, zeg maar. Hij gaat regelmatig naar Amerika, doet hij mee aan die onderzoeken voor militairen die terugkomen uit het oorlogsgebied. En dan hebben ze daar, ja, onderzoeken voor of projecten voor om die breinen ook weer iets, ja, te reguleren. Of te reguleren. Met die kennis komt hij dan terug naar Nederland en dan helpt hij weer onze kinderen. Echt fantastische vent. Ik ken hem al jaren, maar ja, sommige trajecten zijn best intens, hè, intensief. En het is niet zomaar, we gaan even 3 keer heen en dan is het klaar. Dus ik deed dat vroeger gewoon in blokken. Dus dan ging ik bijvoorbeeld tijdens een kerstvakantie of een voorjaarsvakantie, dan blokte ik gewoon die 2 weken. En dan moet je wel bijvoorbeeld 3 keer in de week, ik moest dan naar Den Haag. Maar wat gebeurde er nou? Ik kwam eigenlijk om dat brein van mijn kind te reguleren, dus om hem wat meer tot rust te brengen. Maar haar tics verdwenen ook. Dus dat zou ik je zeker adviseren. Nou, ik weet niet waar je woont. Misschien woon je in Groningen en is het niet handig. Maar wat ik altijd adviseer, Irene, bel Frank op. Hij is ook zo'n lieve, oude, rustige man. En hij gaat je te woord staan. En hij gaat misschien zeggen, joh, ik heb daar nog een collega. Of misschien een andere oplossing. Maar het is altijd fijn om deze mensen even te spreken. Wat ik zelf ook soms heb gedaan in de hele heftige jaren. Ik heb bijvoorbeeld ook tomaties gedaan voor mijn dochter. Een therapie die je nergens hoort, maar die voor ons echt voor een wonder heeft gezorgd. Nou, dat was in IJmuiden. Dan moesten we 2 weken lang elke dag 2 uur in die praktijk zijn. Ja, dat was voor mij ook lastig. Ik had een hele jonge baby. Tenminste, mijn zoon was een peuter of zo. En het was heel intensief om vanuit Rotterdam elke keer naar IJmuiden te gaan rijden. Toen hebben we daar een zomervakantie voor gebruikt. Dus toen hebben we gewoon een strandhuisje hadden geboekt. En toen zijn we gewoon in dat huisje gaan zitten. En ik ging overdag dan even naar IJmuiden de therapie doen en weer terug. Dus zo kun je op een hele creatieve manier het leuke met het aangename, of zeg je, het nuttige met het aangename combineren. Nou, toen zijn we met Tomaties ook weer een stukje verder gekomen. Dus in ieder geval, even terug op je vraag. Hechtingsproblemen en tics. Die gaan vaak hand in hand. Dus nou, ik hoop dat je straks terugkijkt en dat je er iets aan hebt. Ik zie heel veel mensen die kijken. Dus Jennifer, Kirsten. En dan vraagt Jolieke. Hoi, hoi. Schrijf je ook nog een boek speciaal gericht op ouders en hun kinderen? Ja, wat goed dat je daarna vraagt. Dit, zoals ik al zei, was een e-book geschreven uit wanhoop, verdriet. Omdat mijn dochter van school werd gestuurd. In groep 7, mind you, in groep 7. Zo 2 jaar dagbehandeling erop gehad. Zoveel geleerd. En zo'n dapper meisje. Ze had eindelijk een fijne plek op haar school. En dan, ja, dan tref je een juf die gewoon geen zin heeft. En die zegt van, eraf. Directrice ook. No mercy, eraf. En ja, van daaruit is toen eerst een handleiding ontstaan en uiteindelijk het e-book wat heeft geresulteerd in dit boek. Maar mijn andere boek, zeg maar, wat ik gelijk al als papieren boek in mijn hoofd had, daar ben ik ook al een paar jaar mee bezig. Ik ben er niet zo snel in om dat allemaal goed op te schrijven. Maar de eerste versie van dat boek, Jolieke, als je nog kijkt, dat is al naar de uitgever gegaan. Maar ik ben geen schrijver. Ik ben heel erg dyslectisch. Ik ben heel erg chaotisch. Dus ik heb het gewoon aangeleverd. En dat heb ik nu teruggekregen. Met heel veel verbeterpunten. En als dit boek straks klaar is qua introductie, dan heb ik nog, geloof ik, 2 of 3 weken zomervakantie. En dan ga ik de tweede versie weer van het tweede boek verbeteren. En de planning is, Jolieke, dat die zeg maar zo voor de feestdagen klaar is. Dus dan is die weer gedrukt en klaar met ontwerp en voorkant en dat soort dingen. Dus ja, het tweede boek is eigenlijk al klaar. En wat zo mooi is, het tweede boek hebben heel veel andere ouders ook aan meegeschreven. Het tweede boek is, ik heb nu nog te veel tips. Dat zijn 50 tips om het hechtingsmonster bij je thuis te verslaan. En de titel van het boek gaat Als hechten niet vanzelf gaat worden. En ik heb al in de afgelopen periode, volgens mij in de afgelopen jaren, steeds gevraagd van, goh, wil je jouw verhaal of jouw ervaringen delen met bepaalde onderwerpen? Nou, er komen heel veel onderwerpen in het boek voor.
ook hele heftige onderwerpen. En ik vind het echt goed dat dat soort onderwerpen er ook in komen. Want ik merkte bij sommige onderwerpen dat ik daar heel veel verhalen over kreeg. Dus het zit ook nog wel in de pijplijn om na dat boek misschien een boek te schrijven met onze ervaringen. Hè? Van hoe voelt dat nou als je kind zegt ik wil dood en ze is maar 6? Of hoe voelt dat nou als je kind steeds wegloopt? En ik heb het boek nu gestructureerd met 50 tips. Dan heb ik in de afgelopen jaren, want dit heb ik ooit een keer in 2014, 15 als handleiding geschreven. En we zijn natuurlijk al in 2019. Ik heb zoveel bijgeleerd met allemaal, ja, weet je, met mijn werk in Amerika, met al mijn trainingen mijn masterclasses van al die therapeuten. Nou, dat zit weer veel meer in dat tweede boek. Dus er zit een beetje algemene kennis in. Maar het boek is opgebouwd als 50 tips om het hechtingsmonster bij je thuis te verslaan. En dan gaat het over eten, slapen. Van die dingen waar je echt gewoon, ja, waar je helemaal hopeloos van wordt. Dus nou, ik hoop dat dat straks ook een heel waardevol boek voor je gaat worden, Jullieke. Ik heb mijn website open. Ik zie dat jij de laatste aankoop was van het boek. Dus dankjewel dat je dit boek ook hebt gekocht. Ik ga eens even kijken of er nog meerdere vragen zijn. Filona, zie ik ook weer voorbij komen. Welkom, welkom. Dabora, goedemorgen allemaal. En Kirsten. Kirsten zegt net terug van een heerlijke wandeling. Kun je lekker wijzig zijn met je reptielen bij. Nu lekker meevragen en geen vragen. Nee, geen vragen. Maar ja, Kirsten is zo vaak aanwezig in de uitzending. Ik vind het echt zo leuk om... om deze uitzending te doen, ook omdat ik allemaal vaste mensen steeds voorbij zie komen. En dankjewel dat jullie er zijn in deze community. Eens even kijken. Ik ga eens even kijken of ik nog wat meer dingen kan delen uit het boek. Dus voor degene misschien die kijken en die mij niet zo goed kennen. 25 tips om met meer plezier en minder moeite les te geven aan kinderen met hechtingsproblemen. Maar deze tips, veel van deze tips komen natuurlijk ook in mijn tweede boek, alleen op een andere manier geschreven en op een andere manier uitgewerkt. Nou, ik heb er even een paar uitgelicht. Wie weet, kijkt er een leerkracht. Ik heb eigenlijk tips eruit gelicht die voor mij ook heel erg van belang waren. Vooral in die beginperiode, omdat die zo verwarrend is. Nou, het is niet echt een tip, maar dit staat nog in het eerste gedeelte van het boek. En er staat er dus de twee gezichten bij hechtingsproblematiek. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar mijn dochter had heel erg de twee gezichten. En het niet vrolijke gezicht was natuurlijk bij mij. Hè. Degene die mij volgt, die weet, mijn dochter heeft me dus de eerste 13 jaar eigenlijk niet aan willen raken. Een handje geven was al te veel. Hand op de schouder, deed ze net alsof ze onder stroom kwam. Mij wees ze echt op alles af. Maar bij buitenstaanders, bij vreemden of bij vaag bekenden, was ze het meest lieve, charmante kind wat je maar kan bedenken. Mijn dochter, ook omdat het mijn dochter is natuurlijk, is natuurlijk het mooiste kind van de hele wereld. Maar ze had ook iets van charme. Ze is half Indiaans, dus mooie donkere ogen. Al vrij snel had ze mooi donker lang haar. Dus het was een heel mooi poppetje om naar te kijken. Maar het was wel een draakje thuis, want ik kon er geen seconde alleen laten. Maar dat zag die buitenwereld, zag dat natuurlijk niet. Nou, dat gebeurt dus ook in jullie interactie met de leerkracht. Maar die leerkracht, die weet dat natuurlijk niet. En wat ook een beetje ons nadeel is, hè, mama's die kijken. Wij zijn op een gegeven moment zo gestrest. Die stress, hè, de stoom uit onze oren. Zo zitten wij natuurlijk bij de leerkracht aan tafel voor het behandelplan, de rapportbespreking. Dus die leerkracht, ze zullen het niet zo snel aan jou zelf vertellen. Maar die zien ons natuurlijk helemaal zwaar overspannen daar zitten. En dan ga je het over het gedrag van het kind hebben. En dan zegt de juf, ja, dat zie ik helemaal niet in de klas. En bij mij doet ze wel dit, of bij mij doet ze wel dat. En dan word jij natuurlijk nog machtelozer van. En ik herken dat alleen maar. En daarom heb ik dat dus ook in het boek geschreven. Want het meest belangrijke symptoom van hechtingsproblematiek is de twee gezichten. Hè? Mensen uitspelen, degene die het meest van het kind houden, dat is het meest bedreigende voor het kind, dat komt weer door dat trauma. Dus we gaan heel lief, leuk en aardig zijn bij de juf of bij opa en oma. Dat speelde bij ons ook jarenlang. Heel lief bij opa en oma, bij mijn vader. Mijn vader heeft heel lang voor haar gezorgd. Bij de juf was mijn
Kind ook heel lief, leuk en charmant. En thuis was het gewoon bijna onmogelijk om mee te leven. Dus dat heb ik gewoon nu in het boek ook opgeschreven. Ik weet dat dat vaak ook andersom is. Hè? Dus dat je kind misschien thuis nog wel te doen is. Maar dat het op school gewoon voor de juf niet te doen is. Dus het is heel belangrijk om te weten. Want juf kijkt niet bij jou mee thuis. En jij krijgt wat er bijvoorbeeld op school is. En dat neem je dan ook wel voor waar aan. Maar het is niet kennis wat heel erg bekend is bij hechtingsproblematiek. Dus dat heb ik in ieder geval in het eerste gedeelte gezet. Dit heb ik ook nog erbij geschreven. Dat vond ik ook zo goed. Hoe komt het nou dat leren niet lukt? Nou, om te leren is emotionele motivatie nodig. Dat komt een beetje terug ook op de andere vraag van Sylvia. Ik dacht dat het er niet in stond, maar dat staat er dus wel in. Er staat dus, om te leren is emotionele motivatie nodig. Deze motivatie vindt zijn oorsprong in het gevoel voor de eerste leerkracht, de moeder. Ja, dat zijn wij natuurlijk. Maar als wij in de eerste periode van het leven van het kind niet veilig voelden, niet omdat we zelf misschien niet veilig waren voor ze. Ik heb altijd met ziel en zaligheid voor mijn kind gezorgd. Maar mijn lijf stond in overlevingsmodus, want ik werd eerst steeds meer, hoe moet je dat noemen? Ik wou zeggen in elkaar gebeukt, maar zo erg was het niet. Ik werd opgesloten, ik werd pijn gedaan door de man waar ik mee was getrouwd. Dus en toen daarna ging ik, vlak na de geboorte van mijn dochter, ging ik van hem scheiden. Nou, toen werd ik heel erg gestalkt en bedreigd. En dus ik hield heel erg van mijn kind, maar mijn lijf was in totale stress. En al die lichamelijke boodschappen heb ik natuurlijk over op mijn kind gebracht. Ik gaf ook nog borstvoeding. Dus als jij borstvoeding geeft terwijl jouw lijf in totale stressmodus staat, geef je toch een iets andere boodschap mee als dat jij in een warm nest, in een warm gezin je kind aan het voeden bent. Dus ik deed mijn stinkende best, maar toch voelde mijn dochter een bepaalde paradox. Ik wist dat toen allemaal niet. Ik was aan het overleven en ik moest primair was ook zelf levend blijven. En ik moest ervoor zorgen dat mijn kind niet ontvoerd werd, want daar dreigde hij steeds mee. Ik heb ook jarenlang rondgelopen met de kinderwagen in de ene hand en een pepperspray in de andere hand. Omdat hij had verteld, er komt een busje langs rijden en ik zal zorgen dat voor haar eerste jaar, dat zij in India is en je vindt er nooit meer terug. Met die angsten heb ik nog jarenlang geleefd. Elk busje wat ik zag, toen ik nog rondreed met een kinderwagen, dacht ik, oh daar gaat ze. He, als er drie Roemenen uitstappen, sorry voor de Roemenen, ik heb maar drie mannen uitstappen, ben ik dus mijn kinderwagen kwijt. Dus, nou, anyways. Maar in ieder geval even terugkomen, de oorsprong is dus de eerste leerkracht is de moeder. En dan staat er dus het leerproces bij een baby komt op gang als het aan twee voorwaarden is voldaan. Interne lichamelijke stabiliteit, nou die had ik niet. En een stabiele omgeving had ik ook niet. Voordat een kind gaat leren en schrijven, moet het dus eerst leren leren. Maar als dit door omstandigheden niet goed tot stand is gekomen, zijn deze vaardigheden nog niet goed ontwikkeld. Nou, wij weten dat wel, wij snappen dat wel, maar de juf natuurlijk niet. Die ziet gewoon een kind in de klas zitten en die denkt, wat is het een suf kind, hè? Want er komt niks uit, of wat is het een vervelend kind. En dan schrijf ik ook, kijk hoor. Dit betekent dat een groot deel van wat je als leerkracht hebt geleerd over normale kinderen van weinig waarde is bij het onderwijzen van kinderen met hechtingsproblematiek. Veel leraren overschatten de mogelijkheden van deze kinderen, omdat ze onbewust van uitgaan dat de volgende basisfuncties bij hen aanwezig zijn. Het geweten. Nou, dat zul je zien als je kinderen wat ouder wordt en het heeft nog geen traumatherapie gehad. Ze hebben geen goed ontwikkeld geweten. Daardoor kunnen ze heel goed liegen. Daardoor kunnen ze heel goed stelen. Dat staat allemaal in mijn tweede boek straks dan, Jolieke. Hoe komt het toch dat ze willen liegen? Hoe komt het toch dat ze willen stelen? Maar ze zijn er ook heel erg goed in. Dat komt omdat dat stukje geweten niet goed is ontwikkeld. Leerkrachten gaan er ook vanuit dat bewust of onbewust, hè, dat die kinderen zich gaan hechten aan de leerkracht. Maar dat zijn ze helemaal niet van plan. Soms lijkt het zo. Hè, dan gaan ze juist heel charmant, lief en aardig tegen de leerkracht doen. Maar ondertussen zijn ze gewoon aan het manipuleren. En meestal, hè, dat noemen wij in Amerika, de honeymoon, de witte broodsweken. Dan denk je in het begin nog van, oh, een heerlijk kind, fantastisch. Ze vraagt naar mijn vakantie. Ze zegt dat ik leuke oorbellen in heb. Nou, meestal na een paar maanden, dan hebben ze je helemaal in de tang. En dan draait het gedrag om. Nou, het zelfbewustzijn,
is helemaal niet goed ontwikkeld bij onze kinderen. Hangt er even vanaf welke leeftijd. Hè? Dit boek is trouwens geschreven voor de basisschool. De leerkracht gaat ervan uit dat er een goed gevoel is voor oorzaak-gevolg bij onze kinderen. Dat is er helemaal niet. Dus ze snappen niet dat het gedrag wat ze hier laten zien, dat voor later een probleem kan zijn. Hè, waar ik eerder ook over vertelde. Ze zijn stuck in de trauma, stuck in the moment. Ze hebben een completely different blueprint of the world, zegt Bessel van der Kolk ook. En als je dat niet snapt, dan denkt de leerkracht van, ja, maar dit is toch... Nou, ze denken er niet eens over na. Dit is allemaal op zo'n onbewust niveau. Dus ik hoop echt dat ik het goed heb overgekregen. Of dat ik het goed over ga krijgen op de leerkracht. Want ik vind het zelf ingewikkeld. Ik snap het wel. Maar dan moet je het ook nog overbrengen. Op papier zetten dus maar. En dan als laatste heb ik nog sociale empathie. En dat geweten, sociale empathie, oorzaak, gevolg, gevoel. Staat ook in het e-boekje wat je hierbij krijgt. Dat staat gewoon niet goed aan. En je merkt wel... dat hoe meer je echt met traumatherapie bezig bent, dat dat toch langzamerhand gaat ontwikkelen. En mijn grootste voorbeeld is natuurlijk mijn eigen kind. We hebben natuurlijk wel een achterstand van 6 jaar bij mijn dochter, omdat ze nooit heeft gepraat tot haar 6e. Maar zij is nu heel veel van dit soort uitdagingen aan het inhalen. En dat kan dus met de juiste traumatherapie. Dus zij, Daniel Amen ook, die ik vooral de afgelopen maanden heb... bestudeer, die zegt ook, er is altijd hoop. Nancy Thomas, natuurlijk mijn mentor, die zegt ook, er is altijd hoop. Maar Daniel Amen, die ook echt naar de breinen zelf kijkt, hè, dus heel wetenschappelijk kijkt. Het brein valt altijd te herstellen. En natuurlijk niet met dezelfde snelheid. En je moet gewoon heel veel middelen inzetten. Maar er is altijd hoop. En dat is ook... waar ik voor sta. Er is altijd hoop. Ik had toevallig ook gisteren een Zoom-afspraak. Hè? Dus degene die kijken, die denkt, goh, ik wil eens 1-op-1 met je spreken. Ik heb natuurlijk nu een assistent, of eigenlijk een teammember die mij helpt. Dus die kan mij veel beter helpen met echt goed systematiseren van mijn bedrijf. En we hebben dus samen bedacht, omdat er zoveel vragen zijn. En sommige vragen wil je niet online vragen. Dus we hebben nu een Zoom-afspraak bedacht. En gelijk staat het ook al helemaal vol. Maar gisteren ook een mama gesproken. En dan ben ik even mijn... Ja, dan heb ik dus ook last van, hè? Mijn verhaal kwijt. Sorry, ik ben even mijn verhaal kwijt. Maar in ieder geval de Zoom-afspraak. Dat is heel fijn, want dan kan je dus een uur lang 1-op-1 ga je online met mij. Dus je hoeft niet te reizen, je hebt geen gedoe met treinen en auto en parkeergeld en alles. We gaan samen online, net als een Skype, en ik neem het voor je op. En dan kan je na de uitzending, dan maak ik er een video bestand van een MP4 of MP3 bestand. MP4 is het geloof ik. En die stuur ik naar je toe. En dan kan je het op een ander moment nog eens terugluisteren. Of je kan het ook aan andere mensen laten horen of laten zien. En dat is zo fijn, want dan kan je het eens een keer aan je partner laten horen, of aan de oppas, of een kinderdagverblijf, whatever. Dus nou, dat is iets wat ik nu ook als ideetje had bedacht. Even kijken wat er nog aan vragen zijn. Hey Irene, ik dacht dat je nog bezoek had. Maar ik heb je vragen beantwoord, Irene, en ik hoop dat je er iets aan hebt. Lulieke, het boek komt eraan. Nog even geduld. En Veloda zegt nog, de twee gezichten is zo herkenbaar en heel frustrerend. Ja, daarom heb ik het in ieder geval in het boek gezet. Hopende dat de leerkrachten dat dan beter gaan snappen. En wat wij ook wel misschien goed moeten snappen, is... wij zijn zo aan het vechten, we zijn zo in die overlevingsmodus, dat wij voor andere mensen best wel een beetje raar overkomen. Dat zegt Nancy Thomas ook altijd. Dat de reguliere... mensen om ons heen, dus of de leerkracht, of de onderwijsassistent, of kinderdagverblijf. Wij komen natuurlijk heel gestrest over. Dat hebben we alleen zelf niet door, omdat we zo aan het overleven zijn. Daarom is het ook wel gewoon handig als we dat een keer neutraal kunnen lezen op een ander moment. Want als jij het gaat vertellen, dan denk je, ja, dat is die irritante moeder. Ik heb dat ook meegemaakt. Op een gegeven moment had ik dus dit boekje al eigenlijk in ruwe versie klaar. En wilde ik dan ook aan de leerkrachten, en vooral de leerkrachten die daarna kwamen van mijn kind, geven. Niet één iemand heeft ooit feedback gegeven over het boekje of teruggekoppeld van, hé, dankjewel, hier heb ik iets aan. En daarom denk ik ook dat als jullie
weer bij de juf, hè, of bij de leerkracht zitten. Dat het veel handiger is om dan dit boek aan ze te geven dan dat je het zelf gaat vertellen. Want dan denken ze toch alleen maar weer, oh, heb je die moeder weer met stoom uit de oren. Nou, in het boek zitten ook allemaal quotes. Ik hou zelf heel erg van quotes. Die hebben me in de lastige jaren echt soms op de been gehouden. Ik heb ook maar een quote voor mezelf ingezet. Dit is dan het gedrag wat een kind laat zien. Is vaak niet dezelfde behoefte die erachter zit. Als we dat nou als mantra zouden kunnen overbrengen bij leerkrachten. Want de meest heftige gedragingen van onze kinderen is eigenlijk onderliggend altijd als boodschap. Ik heb hulp nodig. Ik kan het niet alleen. Het is te veel. Ik ben overprikkeld. En toevallig de Zoom-afspraak die ik gisteren had met zo'n fantastische moeder ook weer. Gewoon zo geweldig. Maar het is zo belangrijk om... wij noemen het in Amerika trauma language. Dus om de traumataal te snappen. He, dus wat die kinderen er allemaal uitgooien, is niet wat ze bedoelen. He, dus wat ik hier ook schrijf, het gedrag, maar ook de taal die het kind laat zien, is vaak niet de behoefte die erachter zit. Ik heb er ook eens een blog over geschreven. De titel van het blog is Ik haat je. En eigenlijk wat ze zeggen daarmee, mama, ik heb hulp nodig. Je moet nooit ingaan op de taal die ze eruit gooien. Ten eerste, als ze dus zeggen, hè, ze zeggen de meest vreselijke dingen natuurlijk. Ik zal ze niet herhalen, want dat past niet echt bij mij om dat eruit te gooien. Maar nou, de meest vreselijke dingen. Als ze die meest vreselijke dingen eruit gooien, dan zitten ze hier. Zitten ze niet hier. Dus dan is dit offline. Hè? En die hele heftige emoties van het limbische systeem, die worden gekoppeld aan de hersenstam. En dit staat offline, dus ze zeggen de meest vreselijke dingen. Maar daarna hebben ze altijd spijt. Of ze weten het niet eens meer. Want dit gaat ook over informatie verwerken. Informatie in een juiste mapje plaatsen. Dat je het straks nog kan herinneren. Maar als het allemaal offline staat. Dan kunnen ze het ook helemaal niet meer herinneren. En daardoor lijken hun leugens ook zo. Aan de ene kant kunnen ze heel erg manipulatief liegen. Om dingen van je gedaan te krijgen. Maar soms dan zeggen ze ook. Nou, dat weet ik niet meer. Of ik heb het niet gedaan. En dan weten ze het ook echt niet meer. Maar dat is dus dit systeempje wat niet goed werkt. Dus hetzelfde als dat je... dat de harde schijf van je computer niet goed werkt. En dat je dan boos bent op de computer. Nee, dan ga je de harde schijf ga je repareren. Nou, ik draaf hier een beetje door. Ik ga eens even kijken of jullie nog vragen hebben. Oh, Marjolein zegt ook, we gaan het zeker aan de juf en de IB geven. En ik heb de hoop dat ze er iets mee gaan doen. Nou, goed zo. Er staat ook achterin het boekje, want stel je voor dat je wel een enthousiaste juf of leerkracht of school hebt. Ik heb ook... Even kijken, hoe heb ik dat omschreven? Dat ga ik even niet opzoeken. Maar in ieder geval, er staat ook achter in het boek van stel je voor dat je een heel enthousiast team hebt op je school. Dan ben ik dus ook te boeken voor die school. En dan kom ik gewoon op school of een dagdeel een training geven. Ik heb nu ook voor PPO Rotterdam. Heb ik nu een aantal dagdelen waar ik gewoon al mijn traumakennis kon delen. En alles wat ik kon delen op externe projecten maak ik helemaal op maat. Hè? Dus voor gastoudergezinnen ga ik op zoek naar andere informatie, tools en tips dan bijvoorbeeld weer voor PPO Rotterdam. Dat is passend onderwijs Rotterdam. Anyways. Dat kan ik. Dat is ook nog bij de mogelijkheden na het lezen van het boek. Dus even kijken. Hebben jullie nog vragen? Anders ga ik nog meer tips uit het boek halen. Mag je ze in de balk zetten? Hè? Kijk nog even wat Cindy zegt. Mijn zoontje zegt vaak, als meer mensen jouw taal tegen mij zouden spreken, dan zou ik het veel minder moeilijk hebben. Oh, ik hou echt van jouw zoon. Cindy en ik kennen elkaar wat langer. Wij hebben samen begin dit jaar een online training gedaan. Ik heb een online training gebouwd voor ouders van kinderen met hechtingsproblemen. Het was toen een pilot en was heel bijzonder. En het mooie is van online dat ik dus mensen uit verschillende landen kan hebben. Ik doe het natuurlijk in het Nederlands, dus ik heb alleen maar Nederlands sprekende mensen. Maar ik kwam erachter, er zijn mensen in Duitsland, op Aruba, ik ben natuurlijk op Aruba geweest, maar ook Duitsland, België, Frankrijk, Nederlanders, die ook natuurlijk getraumatiseerde kinderen hebben. En dat is zo mooi van online. Nou, wij hadden onze online avontuur eigenlijk, hè, Monster in Huis. En ik ken haar zoon en haar zoon. Ja, ik ben helemaal, ja, hij is gewoon geweldig. Hij heeft hele mooie wijze uitspraak. Maar hij heeft ook heel erg last van zijn trauma. En ik denk ook zeker dat als wij meer de taal van het trauma weten te vertalen.
en daar dus ook niet op ingaan, maar op de behoefte achter die, die taal, dan zou, hè, dat zegt hij ook zelf al, dan zou ik het veel minder moeilijk hebben. Ik heb bijvoorbeeld in mijn tweede boek heb ik ook een hoofdstuk, of een tip, mama, ik wil dood. En daar kwamen dus ook heel veel verhalen op, omdat het heel erg triggerde bij andere ouders. Mijn dochter heeft op verschillende momenten in de hele moeilijke jaren aangegeven, mama, ik wil dood. En dan schrik je als moeder natuurlijk echt van. En dan denk je, ach, ik ben toch een falende ouder dat mijn dochter deze uitspraken doet. Maar ook dat schrijf ik dus in het boek. Natuurlijk is het afschuwelijk als je kind dat zegt. Maar ook dat moet je eigenlijk zien als trauma-uitingen. En dat is niet de taal die ze werkelijk bedoelen. Wat ze daar werkelijk mee bedoelen, ik wil niet meer voelen. Ik kan niet meer, dit is te groot voor mij. En daar zou je op in moeten gaan. Maar wat er heel vaak gebeurt bij leken, en waarschijnlijk wordt er zelf ook wel schuldig aan geweest. Nee, dat mag je echt niet zeggen. Nee, je wilt toch niet dood? Kijk, je hebt een lieve vader en moeder. En dan voelen ze zich zo niet begrepen. Daar spreek ik dus ook heel veel over, ook in het tweede boek. In het eerste boek niet zo heel erg, omdat ik al die kennis toen nog niet zo had natuurlijk. In het tweede boek heb ik het ook over, over woede en driftaanvallen. En dan ook over de drama queens en kings aanvallen. Dus dat vind ik ook een heel... heb ik het over het tweede boek, maar dat kan ik wel even noemen. Maar vooral de woede en driftaanvallen en schelden, dat is natuurlijk ook onderdeel van wat het voor... anderen zo lastig maakt. En voor ons ook, maar wij hebben natuurlijk heel veel liefde voor onze kinderen, dus we verdragen meer. Maar voor de externe partijen, of dat nou een sportclub is, of een school, vooral met het schelden, hè? Dus dan denk ik, ik ben een kuthoer, en een kankerwijf, en ik hak je kop eraf. Dat komt zo binnen bij leken, maar op de kampen bijvoorbeeld in Amerika, daar gaan nooit in op die uitspraak, of heel neutraal. En dan krijg je ook weer de humor terug. En daar hebben we heel veel over gesproken ook, Cindy. Daar gaan we dan weer humor weer een beetje naar binnen halen. Want als ze dan zeggen, ja, in Amerika zeg ik heel vaak, fuck you, motherfucker. Wat wij dan hebben aangeleerd is van, goh, oh, fuck you. You wanna sleep with me in the same bed? Of wil je met mij? En we hebben het volgens mij ook over gehad, hè, Cindy. Dus als ze dan zeggen van, fuck you. Oh, hey, wil je samen met je moeder naar bed? Dus dan ga je eigenlijk die lading halen, afhalen van die hele heftige woorden. Dat is dan een optie die je kunt doen. Maar je kunt ook als optie hebben het neutraliseren. En Nancy is natuurlijk echt de koningin daarvan. En dan zegt ze gewoon, oh, that's interesting. Oh, you want to sleep with me? Well, I have a really strong bed and my cowboy is already sleeping next to me. It's going to be very crowded. En dan merken ze dus, onbewust, want ze zitten natuurlijk in dit stukje. Hè? Dus ze zitten hier dan, als ze schelden, fuck you bitch, I'm gonna kill you. Dan zitten ze dus in dit stukje. Dus ze zijn helemaal niet logisch aan het nadenken. Of ze zijn helemaal in overlevingsmodus. Maar als je daar dus ingaat met je eigen geraaktheid, gehechtheid. Dan ga je zeggen van, ik zou eigenlijk twee poppetjes moeten hebben. Dus een... Maar goed, anyways. Dus dan ga je dus, hé, dat mag je niet zeggen. En ik ben je moeder, hè. En wel een beetje respect voor mij. En ik kan echt niet. Ga maar naar je kamer. Nou, dan heb je twee reptielenbreinen over elkaar. Total mismatch. Wat ik dan van Nancy heb geleerd. En ook van al die, al die tijd die ik in Amerika dan met die traumatiseerde kinderen dan werk. Heel neutraal blijven. En dan, ik hak je kop eraf. Ik steek je neer. En da. Oh, dat is interessant. Joh, weet je wat? Als je mij neersteekt, wordt wel een rommeltje. En als je me natuurlijk gelijk doodmaakt, dan kan ik je niet meer helpen met al die rotzooi die je dan creëert. Wat je dan eigenlijk doet, hier zit hij of zij helemaal in overlevingsmodus. Maar omdat je dus niet met je eigen reptiele brein reageert, en iets zegt waar ze weer over moeten nadenken, en volgens mij is dat ook een stukje NLP, dan gaan ze vanzelf weer offline komen. Dus, of ze herinneren het dan wel of niet, wat ze hebben gezegd, maar in ieder geval... Wat je voorheen zou doen als leek, en dat mag je niet zeggen, en dit pik ik niet, en je moet mij respecteren, dat werkt voor geen meter. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak bij de leerkracht wel, omdat ze dus die kennis niet hebben. En ik ben ook heel vaak nu één op één met ouders aan het werk. En ik word ook steeds meer gevraagd voor zittingen, raad van kinderbescherming. En iedereen die wil mij kennis vragen. En bij die zittingen, waar het dus echt gaat over, kan ik mijn kind nog behouden of gaat hij eruit? Dan hoor je ook van die reguliere hulpverleners, ja, maar hij is heel gevaarlijk. Hij is heel agressief en hij is heel gevaarlijk.
Ja, en hij zegt, ik ga je neersteken. En ik mocht niet veel zeggen, of ik mag niet veel zeggen bij die zitting. Maar hij zegt echt zo van, mag ik alsjeblieft iets zeggen over trauma-uitingen? Want dit uiten ze, omdat ze hulp nodig hebben. En dat is het enige wat ze kunnen zeggen. Als ze een betere uiting hebben van het gedrag, dan zullen ze dat gebruiken. Alleen dit is nu what they have in the basket. En that's not much. Het is niet veel. Maar dit is waar ze eigenlijk mee aangeven. Jongens, ik heb hulp nodig. En ik kan het niet alleen. Nou, ik ben volgens mij heel erg aan het uitweiden. Maar goed, daar komt dan mijn chaotische brein. Dus zo. Bear with me. Kirsten zegt nog, zo benieuwd naar het tweede boek. Ja, dat is echt mijn kindje in het tweede boek. Dus daar ga ik straks, vanaf volgende week, ga ik daar verder aan schrijven. Ja, dat werkt altijd als je doet, als je dat doet in bijzijn van anderen. Ja, Cindy is echt zo'n power mommy die dat al heel goed doet. Je kunt het misschien ook een beetje opvangen, hè, als je kind dus, soms ben je gewoon publieke setting, dat je het voor je kind ook kunt omdenken of ompraten in bijzijn van anderen. Cindy zegt ook, ja, dat werkt super. Alleen denken mensen dat je gestoorde moeder bent op dat moment. Maar die blikken kan ik wel aan. Ja, nou, dat is wel goed dat je het zegt. Je kunt niet alles delen waar iedereen bij is. Maar als je kind nog heel heftig traumagedrag heeft, dan zul je zien dat je niet zo heel veel situaties hebt waar je in publieke setting bent. Ik heb jaren gehad waar ik eigenlijk totaal niet met mijn kind ergens mee naartoe kon. Kinderfeestjes werd ze niet voor uitgenodigd. Playdates of speelafspraakjes had ze niet, want ze was een eigenaardig kind. Dus ik had vooral in mijn eigen setting en in de setting met mijn vader natuurlijk. En dit is wel waar. Soms moet je even kijken van, kan ik dit soort uitingen doen waar iedereen bij is? Want dan lijk je inderdaad een beetje een gekke mama. Maar dat zegt Nancy ook van, ja, weet je, we hebben toch al zo'n andere levenspad dan gewoon veilige hechte ouders van veilig hechte kinderen. Dus die blikken kunnen we inderdaad wel aan. Hè? We hebben al meer meegemaakt dan alleen maar die gekke blikken. Maar we krijgen ook gekke blikken als onze kinderen gek gedrag laten zien. Eens even kijken. Hebben jullie nog meer vragen? Anders ga ik gewoon weer verder met dingen uit mijn boek delen. Nou, ik ga het dus ook in mijn boek hebben over consequenties en straf. En het verschil daarin. Hier is het nog een klein beetje. Het is een beperkt, omdat het ook een dunne boekje is. In het tweede boek komt het wat meer aan de oren van waarom dat is. Maar daar zijn jullie ook al lang al achter gekomen. Ik hoop echt dat de juf dat ook lezen. Geef een consequentie in plaats van een straf. Hè? Onze kinderen hebben een hele negatieve innerlijke stem. Als jij ze ook nog constant gaat lopen straffen over alles wat ze doen, dan zul je zien dat het gedrag niet verandert. En dan heb ik dus ook een tip. Het is volgens mij ook nog de eerste tip. De eerste tip is, geef een consequentie in plaats van straf bij onaangepast gedrag. Als ze alleen al daarmee zouden beginnen. Ik vind ook niet dat hun onaangepaste gedrag ongestraft, gestraft tussen haakjes, moet gaan. Maar straffen helpt niet. Want als zou straffen helpen, dan zouden de gevangenis op een gegeven moment leeg zijn. Of er zou in ieder geval degene in de gevangenis niet steeds terug hoeven te komen. Straffen helpt niet. Maar wat moet je dan? Je moet toch iets. Dat is weer het werk van Bruce Perry. Hij zegt dus ook, als je dus op een bepaalde manier met het traumagedrag omgaat, dan zul je dus ook zien dat het kind een andere neuroplasticiteit van het brein aanmaakt. Nou, dat is een moeilijk woord met voorheen minste geringste gelijk reptiele brein. En als je dus ook met de methodes van Bruce Perry aan de slag gaat, dan zul je zien van, hé, het kind krijgt een bepaalde, in plaats van dat hij gelijk uit zijn dak gaat, merkt hij, hé, ik heb hulp nodig. En dan kun je ze ook heel erg goed in coachen. Dus stel je voor straffen, hè, want dat zie ik bij mijn kinderen ook op school, die krijgen nog op de ouderwetse manier straffen. Je moet nablijven en dan moet je soms nog steeds 50 keer opschrijven. Ik mag niet, whatever. En ik denk, we zijn nou 2019, ik kan toch wel iets anders voor bedenken. Maar ik vind niet dat ze ongestraft hun gedrag mogen laten zien. Maar je kunt wel zeggen, joh, ga iets doen voor de ander waar je het voor hebt gedaan. Of ga iets doen voor school. Laat ze lekker bezig zijn. Laat ze lekker fysiek bezig zijn. Dus ik hoop dat ik daar de leerkrachten mee inspireer. Wat ik ook heb staan, tip 2, en dat is ook vooral voor de lagere klassen, gebruik geen beloningssysteem bij goed gedrag. Dat zullen jullie ook wel, denk ik, gemerkt hebben in de hele jonge jaren. Ik,
ik wist toen nog niks van hechtingsproblematiek. Dus ik tips die ik echt van alles en iedereen kreeg, was maak pictogrammen. Nou, ik heb ze allemaal gehad. Kasten vol geplakt en geplastificeerd en weet ik wat allemaal. Maar het beloningssysteem staat niet goed aan bij onze kinderen. En daarom werkt dat ook gewoon niet. Wat ik ook al eerder vertelde. Oorzaak-gevolggevoel staat niet goed aan. Empathisch vermogen staat nog niet goed aan. Het geweten staat nog niet aan. Dus ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Ze zijn stuck in de moment van het trauma. En van daaruit reageren ze. Nou, en bij het minste geringste zitten ze hier. Kunnen ze niet logisch nadenken. Een beloningssysteem is... dat is die video ook van die marshmallow test. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat werkt alleen als al die punten aanstaan. Maar als dat niet aanstaat en je bent alleen maar aan het overleven in dit stukje en heel soms in combinatie met de hele heftige gevoelens die je hebt, heel soms sta je aan, dan werkt dat beloningssysteem voor geen meter. Maar wat je daar wel door krijgt, als je het blijft gebruiken, dan krijgen ze die innerlijke stem die nog negatiever wordt. Zie je nou wel, dat lukt me ook al niet. Oh, de anderen hebben al 5 stickers. Ik heb nog steeds geen sticker. Het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Pas als het trauma iets meer geheeld is, hè, dus dat de juiste neuroplasticiteit van het brein is aangelegd, dan kunnen ze bedenken van, oh ja, ik wil hem heel graag een klap geven, maar dat lijkt me geen goed idee, dus doe ik het niet. Of ik zie daar snoepjes liggen of geld liggen, maar ik ga het niet pakken. Of ik heb heel erg zin om die tekening van mijn buurjongetje of meisje een grote prop te maken, maar dat doe ik niet. Dus dat soort dingen, die kunnen pas werken, hè, het beloningssysteem werkt pas als ze dat soort gedachten in hun hoofd hebben. Maar als ze worden overvallen door het trauma, dat ze niet eens weten waarom ze de dingen doen, dan werkt dat dus voor geen meter. Nou, juiste plek in de klas. Ik weet niet of jullie daar heel veel last van hebben gehad. Ik wel. Ik heb heel veel leerkrachten gehad die geen clue hadden wat er met Jess aan de hand was. Terwijl ik een officiële diagnose had. Ik heb inmiddels 6 ordners vol met onderzoeken, beschikkingen, beslissingen, weet ik veel wat allemaal. Maar zoiets simpels als de juiste plek in de klas, dat is vaak al een hele grote uitdaging van de juf. Ongelooflijk. Even kijken in het kader van de tijd. Oh, ik moet ervoor zorgen dat ik niet over het uur ga. Want ik wilde nog iets vertellen over de knuffelvalkuil. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet dat ik er door Facebook uit word gegooid na een uur. Ik heb nog 2 minuten. Kijk of er nog een live vraag is. Nee, die is er niet. Zal ik nog even snel iets over die knuffelvalkuil vertellen dan toch maar. Nou, dat wordt ook denk ik weer lastig. Dan heb ik straks weer een half verhaal. Er zijn wat dingen veranderd bij Facebook. Dus vandaar dat ik weet dat ik er na een uur uitgegooid word. Misschien moet ik het een beetje afronden. Dankjewel iedereen die kijkt. Ik hoop dat jullie de zomervakantie een beetje overleven. Ik weet dat zomervakanties en op vakantie gaan heel lastig is voor je kind. En ook voor jou als gezin. Ik heb het zelf meegemaakt. Op een gegeven moment hebben we daar wel gewoon veranderingen in aangebracht. Wij gingen bijvoorbeeld heel vaak op vakantie. En dan namen we bijvoorbeeld 1,5 week ook een oppas mee. Op een gegeven moment werd mijn oppas wat ouder en kreeg een vriendje. Toen heb ik mijn vader meegenomen op vakantie. Want als wij zonder oppas of mijn vader op vakantie gingen, was het gewoon topsport. Dan was dat op een gegeven moment gewoon niet meer leuk. Dus we hebben daar gewoon aanpassingen in gemaakt om dan toch op vakantie te kunnen. Nou, degenen die kijken en die mijn boek hebben besteld in de voorverkoop. Ik ga ze vanmiddag uit de schuur halen. Maandag komt mijn teammember Ingrid, mijn steun en toeverlaat, waar ik nu al niet meer zonder kan, komt mij helpen met het klaarmaken van de boeken. Ik ga ze allemaal signeren. En ik wil jullie echt super, super bedanken voor jullie vertrouwen in mij en dat jullie mijn boek hebben gekocht. Ja, ik word er soms helemaal zenuwachtig van waar ik allemaal mee bezig ben. En tegelijkertijd vind ik het ook gewoon heel cool natuurlijk. Maar dankzij jullie kan ik het niet doen. En ik wil jullie echt heel erg bedanken. We hebben 33 boeken in de voorverkoop. Ik kan het eigenlijk gewoon niet geloven. Dus ik wil jullie heel erg bedanken. Voor het kijken vandaag. Ik wens jullie een hele fijne vakantie. Volgende week ben ik er gewoon weer. En dan ben ik als het goed is alweer een paar dagen aan het werk om boek 2 verder af te maken. De ruwe versie staat al, maar het moet nog gefine-tuned worden. En dan ga ik jullie daar vast wel weer allemaal dingen over vertellen. Jullie vragen kunnen jullie altijd sturen. info@alsrechtenin.nl. Denk je van, goh, ik wil 1-op-1 met Esther aan de slag.
Oh ja, ik heb nog een masterclass 21 september. Daar ga ik straks nog wel meer over vertellen als dat boek verstuurd is. En als je behoefte hebt om één op één met mij in gesprek te gaan, kun je ook Ingrid contact opnemen met Ingrid en dan plant ze een Zoom-afspraak in. Dus dat is zeg maar gewoon samen online komen. En dan ga ik een uur lang met je meedenken. Dan kun je je verhaal delen of je vragen stellen. En daarna maak ik daar een video van en die stuur ik je toe. Nou, hartelijk bedankt voor het kijken. Fijne dag allemaal en een fijn weekend straks. Bye bye.